Je bent pyromaan geweest, zei je. Ik dacht dat was een grap, maar het is eigenlijk geen grap. Je huis is afgebrand of... Wacht. Ja? Voor ik in de problemen kom. Ja? Dat was door een kaars. Ja? Ik had de kaars laten staan. Ja? Nou, ik had ook wel een fles martini gedronken. En... ja, ik deed toen een stage in een ziekenhuis. Ja? Om de hoek en ik had daar iets laten liggen. Ja. En dus ga ik naar mijn kleedhokje en keer terug. En ja, mijn huis is in brand. Ja. En dan stonden we daar te wachten op de brandweer. En plots, voem, een vuurgloed. Nee, en, ja. Ja. Was het nog bewoonbaar nadien? Of, Nee, nee. Het was er vooral niet bewoonbaar. Ja. Nog één vraag. Heb je nog gedichten geschreven sinds je deelname hier? Elke dag. Ja. Elke dag? Ja. Ah, ja. Ja. En ik kom er niet in voor. Dat vraag ik me dan af. Te kleurloos. Nee. Nee, maar niet wat denk jij van de kandidaten? Ja, dat zijn ongelooflijk straffe mensen. Hè. Die hebben dat al bewezen door het feit dat ze hier terug opnieuw zitten. Hè. Jij hebt thuis ook een Frank. Dat... Ja, ja. Ja. Maar dat is niet diezelfde van Delphine. Nee, die drinkt helemaal geen bier. Die drinkt geen bier? Alleen bij mosselen. Maar wij eten misschien 3 keer op het jaar mosselen. Dus dat drinkt 3 keer per jaar bier? En met een vrachtwagen kan hij zeker niet. Niet echt. Hij rijdt niet meer. Ik moet altijd rijden. Serieus? Is hij maar sukkelachtig? Of... Hij heeft nachtblindheid. Ah, ja, okay. Dus als het, zo vooral nu in de winter, als het begint te donker te worden, dan wordt hij onzeker en dan denk ik, kom jongen, ik zak ik wel reizen. Maar nachtblindheid, je weet toch van waar dat komt? Ja, tekort aan vitamine A? Nee, ja, te veel mosselen eten. En geen bier drinken, ja, waarschijnlijk. Ja. Mosselen zijn ook nachtblind, hè? Ah ja. Zeker als hun schelp toe is. Lust je champignons, Delphine? Nee, ik ben geen grote fan. Nee? Nee. Maar heb je ervaring met paddo's? Nee. Nee. Katrien, zal Wouter niet aan de paddo's gezeten hebben toen hij baas werd bij Anderlecht? Ik sluit niks uit. Jij hebt paddo's geëxperimenteerd? Ik heb paddo's genomen, ja, maar ik was zo high van de kook dat ik er niets van had. Delphine, is Frank van het fluisterende type? Nee. Nee. Een stugge, zwijgzame type. Zwijgzame type. Ja. Maar als je aan hem vraagt, van, kun je iets fluisteren, dan zal hij dat wel doen. Of, Hij is beter in rochel dan in fluisteren. Heb jij vaak last van vliegen? Nee, ik heb sinds deze week strontvliegen in de keuken. Strontvliegen? Ik vind dat ja. Dan moet je in de keuken scheiden. Ervaring met Russische mannen, Herman? Nee, maar ik heb wel ooit in een condoomfabriek vakantiewerk gedaan. Ah, okay. Ik moest die camions met condooms lossen met een riek. Ja. Heb jij piercings, Ries? Ik heb ooit een piercing gehad. Ja? Ja, maar ik heb ze nooit meer teruggevonden. Dat vind ik altijd leuk als jij zo scheel kijkt. Je kunt echt zo even scheel. Ja, ik kan met alle kanten. Oh, mijn? Ik kan met mijn linker. Allee. En dan rechter. Mama, heb ik als kind zoveel op geoefend. Ja. Omdat ze hadden mij wijsgemaakt. Als, als de klokkentoren klinkt, ja. Of weet dat belt. Ja. En je kijkt scheel, dan blijft dat voor de rest van je leven zo. Dus elke keer als je een toren begon te luiden. Ik zeg, zie je dat niet waar is? Ah, ja. Ja. Zeg, Margriet, je hebt wel een boeiende jeugd gehad. Ja, geweldig. Hoe ga jij oudejaarsavond vieren, Herman? Niet. Ik vind dat al jaren en jaren vind ik dat compleet een bullshit. Ja, okay. Kerstavond en dan kerstzelf en dan nieuwjaaravond. Ik vind het allemaal overbodige lulkoek, weet ik. Dat is allemaal voor de mens om een verschrikkelijke verveling tegen te gaan. En liever dan nieuwjaarsavond vieren, zit ik naar de muur te kijken en te proberen om scheel te kijken. Herman, gebruik jij koosnaampjes voor Lena? Ik zeg tegen Lena vaak afzuiginstallatie. Ik ben nog in Mogadishu geweest. Oh, lekker gegeten in Somalië? Altijd kieken. Altijd kip? Altijd kip. Het had er niks anders. Ik zeg tegen dat ik thuis kom, begin ik eieren te liggen. Ja, weet je waarom een piraat altijd zo 1 ooglapje hebben? Ik veronderstel dat je mij dat nu gaat vertellen, Erik. Ja, nee, maar met 2 ooglapjes kunnen ze niks zien.
Ik heb als 12-jarige was ik een vurige fan van Herman Brusselmans. Ja. Ik schreef hartstochtelijke brieven naar hem. Ja. En ik had mijn telefoonnummer ook gegeven. En ja, hij belde. Oh, en mijn moeder nam op. Oh, en ze zei, Fientje is op sneeuwklas. Ze is 12 jaar oud. Maar je had wel in die brief gezegd dat ik ouder was. Daar weet ik niks van. Fientje is op sneeuwklas. Ze is 12. Dat is een goede titel van een boek. Ja, inderdaad. Ja. Wat verwacht jij van Conor Rousseau, Delphine? Ik vind hem moeilijk in te schatten. Ja? Ik vind hem raadselachtig. Raadselachtig? Sphinxachtig. Dat is goed. Mooie man ook, Delphine. Ja, te mooi. Ja. Oeh, te mooi. Intimiderend mooi. Intimiderend mooi. Ja, Conor. Klinkt goed, hè? Ik weet niet goed wat ik daarop moet zeggen. Ik vind dat raar. Mijn vrouw vindt de Conor knapper als mij. Voilà. Ik vind dat niet erg. Ik vind die ook knapper als u. Delphine, droom jij soms nog van het programma? Je droomde soms van het programma vroeger. Van Jan-Jaap van der Wal? Ja, hij is wel eens... In jouw dromen verschenen? Ja, in een onerotische context. Ja, erotisch mag ook, hè. Maar, ja, tuurlijk. Maar, liever. Liever? Liever. Maar, ja. Heb je van Conor gedroomd? Nee. Komt nog. Komt nog. Maar Wouter is heel erg gecharmeerd van de kleuren van Delphine Hervest. Dat snap ik. Ja, ik vind het een mooie keuze. Is niet circusdirecteurachtig? Nee, maar... Nee, een circusdirecteur zou nooit zo'n botte derven. Nee, Filip kent niet zoveel van voetbal. Weet je iets over Dries Mertens? Nou, hij is erbij, omdat hij wist dat ik hier met Kat ging zitten. Ja. Om mij in het oog te houden. En hij zit hier in het bakje van mijn... Kom je veel in de kerk? Nee. Soms naar de moskee. De moskee? Als ik niet schone nodig. Maar dat is geen tijd zo zit ze waarschijnlijk. Dan krijg je toch enorm veel berichten en speciale berichten ook. Ja. Of kom die nog bij uw moeder terecht? Ja, nee, maar de berichten worden soms naar zijn moeder gestuurd. Die heeft de oude gsm-nummer, voor zat dat? Of, Nee, dat is een lang verhaal. Het was dus gewoon dat er dus een paar dingen bij mijn moeder terecht waren gekomen. En de avond dat ik dat hier gezegd had, zat mijn inbox vol met is dit de mama van Conor of ben jij het zelf? En dan stuurde hem, ik ben het zelf, en dan stuurde zij Lotte Tamor. Ja, als ik nu kijk, Filip, ik lust zo graag ijs, dan zie ik soms een bol vanille. Krijgt er zometeen nog een galet bij? Er werd heel zwaar ontbeten en dan, ja, hij dacht door voor een lichtere maaltijd te kiezen dat je de ongewenste seksuele verlangens zou doden. Dat was John Kellogg. Dat was zijn bedoeling. Cornflakes voor lekkere bekken die minder willen trekken. Wat vind je van onze virologen? Ik ben er echt gehecht aan geraakt. Serieus, meen je? Ja, dat is zo. Aan een viroloog... Nonkel Mark, zo. Ah ja, Nonkel Mark. Ja. En Nonkel Steven... Sugar Daddy Steven. Nee. Delphine, ken jij iemand waarvan je echt vindt dat is een dictator? Ja, vroeger, lang geleden, toen ik rekken aanvulde in de Carrefour. Ja? Mijn chef van de droge voeding was echt een bullebak. Allee. Ja, echt heel erg. Serieus? Hij noemde mij, omdat ik volgens hem te traag was, spottend de Speedy Gonzales van de droge voeding. Ik had het nog dan zo goed in de zuivel, maar ja. Wat? Heb je een microgolf? Ik heb hem weggegeven. Je hebt hem weggegeven? Waarom heb je hem weggegeven? Ik warm niets op. Waarom had je hem dan gekocht? Ik had hem uit een kraakpand gered. Maar nee, het was gewoon naast mij. Ja? En iedereen is verrast van Brugge, zo braaf en middeleeuws. En naast mij was er een kraakpand vol junkies. Ja, oei.
en analfabetische jongens horen. Ja. En op een dag waren ze weg. Ja. En dan ben ik naar binnen gegaan. En heb je de microgolf ja. gestolen eigenlijk? En de naalden laten liggen. Wat een prachtig verhaal. Ja. Ja. Aan wie heb je hem dan weggegeven? Frank. Frank, de voormalige vrachtwagenchauffeur. Ja. Ja. En die warmt wel dingen op. Ja. Ja. Witte bonen en tomatensoda. Nu weten jullie alles. Lego. Heb je ooit met Lego gespeeld, Delphine? Mm-hmm. Serieus, hè? En leuke dingen meegemaakt? Huizen. Huizen, ja. Ja, boeiender wordt dit verhaal nee. niet. Nee, dat is niet erg. Skiën. Jij ziet er ook wel een skier uit. Het is mijn lang leven, jong. Maar nu, ik ben bij, ik kan wel wachten nu tot er een vaccin is. Ja, er is een vaccin. Tegen syfilis. Delphine, skiën, heb jij het ooit gedaan? Op sneeuwgras. Ah ja, klopt, inderdaad. Je hebt gisteren verteld. En deed je dat graag? Ja, eigenlijk wel. Serieus, ja? Wel aangevallen door Saint-Bernard-hond. Ja. Ik gewoon in mijn skibotsen te bijten. Een Saint-Bernard-hond? Ja. Want die meestal zijn die er om je te redden, om te helpen. Ja, ja. En heeft er dan iemand ingegrepen? Of, Is er Luc? Wat heeft hij dan gedaan met een Saint-Bernard-hond? Ks, ks. Oh. Dat had hij even goed zelf kunnen doen. Yes. Ik heb drie dingen dat ik niet val van foto's. Dat was terug dieren, want er deel TikTok mijn week mee uitgelachen. Ja? Vorige keer met mijn komodo varaan. Hè. Dat is kunstenaars en dat is eten. Maar dingen hadden toch bekend, juist die pudding van gans. Ja, dat is de wraak van de kleine generaal, denk ik. Wow, ja. Een klein beetje. We zullen zien. Nee, komt dat supporter? Als ik doorga naar morgen, dan komt dat supporter. Oké, dat is goed. Ik vermoed achter de schermen, want ik denk niet dat hij nu wil op camera gemeten worden over hoe groot hij nu echt is. Ah, okay. We gaan die toch niet zien zitten. Dus dan mag... Dan wil hij volgend jaar misschien meedoen. Ja. Ja. Want we doen dan het slimste mensje van de wereld. Ja. En heeft hij echt 6 broers? Heeft hij toch? Wie heeft er van mijn bordje gezegd? Hey hoi, hey hoi. Ja, nee. Vandaag heb je gekozen voor Rory Gallagher. Ja. Is dat ook Frank's smaak of jouw smaak? Dat is een t-shirt van Frank. Ja. Dat is ook een groot idool van mijn moeder. Echt waar? Ah, ja. Moeder die in de zaal zit. Ah, zit ze in de zaal? Ja. Toch fijn dat je mama erbij is. Ja, heel fijn. Ja. Ze zat hier ook al de eerste 6 keren. Ah, oké. Okay. Ja. En ik weet, op een bepaald moment zei hij tegen Ella, je mama zit in de zaal, een fantastische vrouw. Ja. En toen wilde mijn moeder bijna recht staan en zeggen, ik ben de moeder van Delphine en ik ben ook een fantastische vrouw. Heeft ze me achteraf verteld. Ja. Welke ontwerper is het? Rick Owens. Komt van de Belgische winkel. Ja. Stijl, maar die hebben af en toe merken die een beetje in de Belgische manier van denken werken. Ik zal het zo zeggen. Ja. Maar de Belgische manier van werken, dus dat het nooit helemaal af is. Dag Jan-Jaap, dag Bart. We zitten in de halve finale. Gaan jullie extra streng zijn? Ja, toch wel, hè? Ja. Ja. Het is halve finale. De dag dat de mannen van de jongens gescheiden worden. Hè? Ja. Allee, ze hebben me proberen om te kopen. Oeh, iemand direct... Dat is gebeurd, echt waar. Dat is echt gebeurd. Echt? Ja, er heeft iemand me proberen om te kopen met 2 tickets voor de business seats van Anderlecht. Ja. Ik zeg niet wie, hè, maar het is... En ik heb natuurlijk nee gezegd. Allee, het is niet dat ik niet om te kopen ben, maar dat vond ik te weinig. Te weinig, dat snap ik. Ja. Want Frank heeft mij ook van... Delphine heeft mij ook proberen om te kopen en daar heb ik wel... Ja, opgezegd. Ja? En ik gewoon een sandwich met kaas. Dat heb ik wel. En Liesbeth die heeft mij proberen om te kopen. Ja. Hè? Wil je eens een kabouter zien in het echt? Ja. Drie Peruvianen die op 1 week tijd dezelfde job hebben uitgevoerd. Welke job was dat? President? President van Peru, inderdaad. Door omstandigheden, het was een heel gedoe. Er kwam er een nieuwe en dan waren er protesten en dan moest hij ook weer
af te redden. Sorry, Erik, maar ik wil nu niet te streng zijn, maar moest ze eigenlijk niet zeggen president van Peru? Nee, want omdat drie Peruvianen. Ja, ja, ik weet niet. Ja, ik zou dat liever niet goedkeuren en ik zou graag de beurt aan, aan Delphine geven. Vooral vrouwen gebruiken seksspeeltjes. Veel meer dan mannen. Oeh. Ja, je reageert zo? Ja, anatomisch gezien. Oh. Ik zou het laten, jongen. Mijn vrouw heeft een seksspeeltje wel. Echt hoor? Ja, die noemt de kleine generaal. En ik gebruik hem als fietskomp. Het is een heel handig ding. Katrien, jij een favoriete Latijnse uitspraak? Vini, vini, vini. Dat is een mooie. Dat is een mooie, hè? Ja, wijnen, wijnen, wijnen. Weet je ook welke Latijnse spreuk er in het logo van Anderlecht staat? Zit er een Latijnse spreuk? Ja, staat er een Latijnse spreuk in het logo. Ja. Vini, vini, vici zal het niet zijn. Nee, nee, nee. Nee. Vragen jullie je vaak af wat de zin van het leven is? Dat is nu misschien een serieuze vraag. Nee. Nee. Nee, maar wat ik me wel afvraag is welke Hollywoodster is sympathiek? Zeg mij een naam. Zeg mij een naam. Keanu Reeves. Ja, sympathiek. Ja. Ja? Sympathiek. Heel slim. Heel slim. Wauw. Ja. Dus die ken jij? Ja, die heb ik enkele dagen goed gekend. Ja. Die zou jij kunnen bellen nu? Die zijn nummer heb ik. Ja. Echt waar? Ja, die zijn nummer heb ik. Ja, ik heb die zijn nummer. Ja. Ja, misschien is dat veranderd. Hè? Dat nummer is van 6 jaar geleden of zo. Kunnen we wel proberen. Hè? Ja, maar ik heb mijn gsm licht in mijn loge. Ja. Dat kan gehaald worden. Ja, maar er is tijdsverschil met ons. Ik kon die nu niet bellen. Sandra Bullock. Sandra Bullock, geweldig. Ongelooflijk sympathiek. Ja. Maar is er ook iemand niet sympathiek? Dan? Jawel, dat is een zeker... Zeg namen. Idris Elba? Idris Elba, nooit ontmoet. Ja, ik moet eerlijk zijn. Ik kan moeilijk liegen als ik ze niet ontmoet heb. Dan, Jake Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal, nooit ontmoet. Ja, nu wordt het een beetje een anticlimax. Hij kent eigenlijk alleen Keanu Reeves. Matt Damon. Matt Damon, heel sympathiek. Ja, heel gewoon gebleven. Mark Wahlberg. Mark Wahlberg, ja, redelijk sympathiek. Redelijk, ja, maar. Onpersoonlijk. Ja. Onpersoonlijk. Ja, persoonlijk, ja. Ik heb graag als ze dat ga ik hem zeggen een keer. Dat ga ik een keer tegen hem zeggen. No, Eric van Looy, he thinks you are very unpersoonlijk. Nee, straks als je nog namen hebt, is het wel interessant om te weten. Als je die mensen 5 minuten ontmoet, dan weet je het. Hè. Napoleon, hoe was die? Napoleon. Heel klein. Dat is echt de kleine generaal. Dat is echt de kleine generaal. Nee, maar ik was bij de wedstrijd van Messi een beetje zo zijn debuut maken onder Frank Rijkaard. Wow. Dus het was wel magisch om dat te zien. En was hij sympathiek? Dat willen we ook weten natuurlijk. Hè. Messi, een beetje onpersoonlijk. Zo ziet Rubens eruit. En ja, nou, de restauratie zag hier anders uit. Hè. Mooi, hè? Rubens, mooi man, vind ik. Lijkt een beetje op Frank, vind ik. Heeft toch iets van Frank? Ja. Ja. Kun je zeggen, hè? Rubens had meer talent. Nee. Ja, bijna Rubens had meer talent dan bijna iedereen. Ja, dus. Ja, dat is waar. Ja, okay. Ja. Een oneerlijke vergelijking. Dat is oneerlijke vergelijking, ja. En ik weet niet of dat Rubens met een camion zou kunnen rijden. Nee. Ken je veel Polen, Katrien? Een paar Polen. Paul van Imst. Kennen jullie veel Polen? Ik heb twee Poolse vrienden. Echt waar? Ja, maar die vinden elkaar niet zo aardig. Nee? Ze zijn een beetje tegen Polen van elkaar. Oh. Bam! Bam! En nu ga ik squatten. Okay. One for puntje is you. En dat ging goed, Delphine. Ja. Vier je veel van die feestdagen? Elke dag Oktoberfest. Maar ja, broek staat open, hè? Ja, maar ik zag u er net binnen en uw broek staat gewoon open. Ja, ik heb technische problemen. Ja, wij worden gekleed hier. Maar soms is dat, ja, het is nu een smoking en hij is een beetje smal van boven. Dus, dus uw broek staat echt open, hè? Mijn broek staat open en mijn ballen hebben deze.
Maar ik zal die straks wel bij de oorkonden en zo zal ik ze sluiten. Ja, dat is goed. Ja, want het systeem vandaag is anders. Hè. Degene, de beste twee spelen straks het finale spel. En zij maken onder elkaar uit wie de slimste mens ter wereld wordt. Dat systeem is duidelijk. Ja, als dat niet duidelijk is, zul je ook niet de slimste mens worden. Bij de beste twee. Eigenlijk. Is dit trots? Op Anderlecht? Nee, op u. Op u? Ja, vraag het hem. Ja, het was in ieder geval mooi om te zien. Hij was er altijd bij. En hij is een goede helper. Ik vind hem een goede helper. Hij is zeer dienstig. Dit is goed voor ons huwelijk, ja. Ah, oh, serieus? Oh, fantastisch. Ja. Dat horen we graag, hè. Ja. Dat wil ook zeggen dat het niet goed ging, hè? Nee. Ik meen dat. Het is echt een nieuw idool van mij. Ja, ja. Dat snap ik. Ja. Ik vind u fantastisch. Ik vind u zo gekskes dat ik u toch... James, een beetje rustiger straks is haar reputatie helemaal kapot. Ben je al zo weg van die Rome? Ja. Toen, ja? Ja, zoals de eerste. Ja, ik vergeet gewoon die beelden niet meer van die reclamespot. Dat is, als ik hier Rome zie, dan zie ik altijd zijn body. Mm. Dat was eigenlijk ongelooflijk. Ik weet niet of jullie het hebben gezien, ook de reclamespot. Ja, 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 ja. Ja. Dus als het niet meer lukt, dan kun je gewoon kijken. Alsjeblieft. En in deze. Fantastisch, hè? Ja. Leuk duo, trouwens. Jullie twee ook... Nee, zou je ze samen niet eens een programma maken? Ik zou... Amai, moesten ze mij dan een keer vragen? Ja. B4. Jeroen. Wat? Ja, ja, er is al een productiehuis geweest, is langs geweest. En die hebben gevraagd om dat wij misschien samen een reisprogramma zouden doen. Maar ik heb dat afgewimpeld. Ja, ik maak graag originele programma's. Ja. En Down the Road bestaat al. Hoe gaan jullie straks het einde van de opnames vieren? Ja, best niet zoals ons laatste feestje, hè? Toen een Erik vermomd als een naakte Hongaarse politicus via de regenpijp is gevlucht. Nee, hebben jullie ook trofeeën gewonnen ooit? Nee. Nooit met je gedichten iets gewonnen? Niks. Een drietal nominaties en dan roemloos naar huis. Ja, ja. Vanuit Deventer terug naar Brugge. Deventer terug naar Brugge, ja. 8 uur in trein. Delphine, jij moet meedoen met Dancing with the Stars. Ah ja, ik ging... Dat was die vraag. Ja, klopt. Dat ik moest doen gaten. Alsof ik al meedeed. Ja, maar je wil eigenlijk meedoen? Of, Nee, nu. Hoe ga je meedoen? Ja. Nee, als jij meedoet, doe ik ook mee. Oh. Ja. Ja, oké, maar niks van in de lucht en werpen en... Als jullie meedoen, en ik, echt waar, ik zeg het hier op camera, als jullie meedoen, doe ik niet mee. Ben je ook aan het schaken nu? Nee, bij mij is het lang geleden, maar wij hebben zo 2 jaar geleden hebben wij een schakenperiode gehad met heel de familie. Ah, oké. Okay. Ja. Het is ook niet zo moeilijk schaken, hè? Wel om het goed te kunnen, maar... Ja, maar zo de basis is... Het is gemakkelijk om te weten wat alle stukken moeten doen. Ja. Maar van het moment dat je dan zo met de Hongaarse opening en de Spaanse opening en de Tsjetsjeense opening, wat is dat allemaal aan de opening? De Hongaarse opening heb ik onlangs eens aan de regenpijp zien hangen. Delphine, hou je van dolfijnen? Want je houdt van orcas. Oei. Van dolfijnen ook? Ja, gemengde gevoelens. Gemengde gevoelens? Ja. We kregen altijd, omdat ik Delphine heet, zo postkaartjes met dolfijnen. Ah ja, zo, ja. Koddige gadgets met dolfijnen. Ah, oké. Dus eigenlijk... de spuigaten uit. Ja. Wat daar leert, is de double takes. Kun je dat goed zo? Ja. Ah, ja, ja. Goed, hè? Snap je? Zo 2 keer kijken. Zo. Is dat nu hier ook? Maar je kan dat ook 5 keer. Moet ik het een keer doen? Goed, ja. Het is voorbij. De slimste mens is niemand minder dan Katrien van Heijlen. En dat blijft zij voor minstens 1 jaar. Aan iedereen thuis, tot volgend jaar. Aan mijn fantastische medewerkers en alle deelnemers en juryleden, heel veel dank. En nog een boodschap aan het virus. Ga weg. Ga weg. Want ik wil terug dansen.